zijn nu bijna in Luxemburg. Of zijn we al in Luxemburg? Nee, 3,5 kilometer. Regenboogie! We zijn aangekomen in het hotel die we onderweg even hebben geboekt in Metz. Net in Frankrijk. Oh, en Romek heeft licht gevonden. De rest gaan we op de camping in ons tentje zitten. Dus ik ga nu even genieten van het bad. Trouwens, ik heb mijn enkelband verrekt, denk ik. Heel mooi dit. Ik hoop dat het een beetje snel weg is, want het is echt gloedig. Mm-hmm. Hoe lang hebben we nou gereden? Ik heb vandaag 4 uur en 3 kwartier gereden. Dus morgen laatste ritje nog en dan zijn we er. We zijn aangekomen bij ons plekje op de camping. We zijn de haringen kwijt. We hadden een extra setje haringen nieuw gekocht. Maar we kunnen hem echt nergens meer vinden. Dus we hebben alles overhoop gehaald. Maar ik denk dat we ze toch zijn vergeten. Nou, het staat. Hebben wij weer. Ik wilde gaan koken. En we hebben de waterkoker aan en de koelbox. En blijkbaar is dat te veel, want de stroom is eraf. Goed gedaan, Laura. Dankjewel. Het was eventjes een gedoe met dat kookplaatje. Duurde nogal lang. Maar het is nu 8:30 en we zitten te eten. Ja, ik zit nu al vol, ja. Heel snel. Ik heb heel veel gemaakt. Ik was ook al een beetje vol. Goedemorgen. Romek is koffie aan het zetten. Campingmanier. Mevrouw is thee aan het zetten. Ik heb koffie gezet met mijn filtertje daar. Iets te slap, toch? Ja, iets sterker de volgende keer. We zijn begonnen aan Route de Kret. En we zijn gestopt bij een punt. Dit heeft geen naam, dit is gewoon een random plek. Want ik zag die koeien en ik dacht, oh kijk hoe leuk. Schattig. En we gaan even de drone oplaten hier. En we gaan kijken of we met stoeltjes even naar boven kunnen. Kijk hoe duur dat is. Ik zei al tegen Romek, de eerste keer dat we in de stoeltjeslift samen gaan, is het dus niet met skis. Nee. We zijn hier echt bij een super mooi uitzichtspunt. Hij is heel bang voor wespen. Waar is dat ding? Zie je weg? Zit die achter mijn oor? Nee, toch? Dat had je wel voelen zitten hoor. Waar zijn we nu? We zijn nu op de Le Honnec. Dat is de hoogste top van ja, al deze bergen. En het is echt heel mooi, want je kan gewoon alles gewoon over. Zullen we gaan kijken of we het kunnen drinken daar? Ja. En of we de auto weg kunnen krijgen. Ja, ik proef achteruit. Gewoon, ik heb de auto op een, op een helling gezet, joh. Maar goed. Gaat lukken. Leuk uit daar. We zijn ook al zo'n 2 uur op zoek naar een restaurantje. Nou, dat kan maar bezig. Dan gaan we naar de supermarkt en haal ik wel. Weet ik voor de haak maar wat. Lac de la Lande zonder meer. We moesten een kwartier naar beneden lopen, maar dat kon ik niet handelen met mijn voet. Dus. Dat hebben we dan maar niet gedaan. Dan maar niet. We zijn er wel aan begonnen, maar het ging best wel snel naar beneden. Dus ik dacht, nee, dat gaat hem niet worden. Dit is Lac de la Lande van bovenaf. De la Lande. Oh ja, la Lande is La Lande is van onze opleiding. Goed bezig, wat ga je maken? Ik ga nu uien snijden en daarna ga ik wel geteld 4 cordon bleus voor mij maken en 2 groen. 4? Heb je er 4 gekocht? Ja, dat weet je toch? Nee. Oh ja, ik heb 4 gekocht, ja. Wobby voor wespen hier ook. Godver... Ga weg. Oh ja, 4 cordon bleus.
Lekker, ik dacht eerst 2, maar ik dacht van nou, laat ik maar 4 doen, man. Ah, je had de keuze om 2 te doen? Ik had de keuze om 2. Oh, je bent echt gek. Culinair hoogstandje dit. Oh, daar zitten we dan, met onze jarige Jet. Ja, 22. Ik vind het alweer veel te oud. Nou, de reis door de bergen, de rechterkant. Het wordt vervolgd. Gisteren hebben we de linkerkant van Route de Crête gepakt. Dat is een stukje hoger dit. Super mooi uitzicht. We zijn nu bij een heel mooi uitzichtspunt en ik heb geen idee hoe het pad heet. Nee. Maar... vlakbij. Best wel hoog, we zitten vlakbij Kran. Nee, bij Le Markstein. Oh ja, Le Markstein zit er vlakbij. We gaan een taartje eten voor mijn verjaardag. We hebben 4 taartjes gehaald: citroen, framboos, chocola en appel. Appel? Met dit uitzicht. We hebben echt een super mooi plekje gevonden. En ik heb lekker een bakje koffie. Helemaal goed. Lekker? Ja. We gaan verder naar Le Grand Ballon. Gisteren wel bij Le Ronec en dat is het 2e hoogste punt. En Le Grand Ballon, dat is echt het hoogste punt van de Vogezen. Nou, we zijn naar Grand Ballon geweest en we dachten van, oh jezus, Romek. We dachten van, nou, we gaan weer terug naar het meer. Een uur rijden! We zijn, ik weet niet waar we helemaal naartoe zijn gereden, maar het was gewoon nog een uur rijden terug. Nog geen half uur te wachten en we eten al. Top. Het is te lekker snel. Biefstuk. Ja, jij hebt biefstuk en ik heb een salade met focaccia brood huisgemaakt, zeggen ze. Eet smakelijk. Lekker. Ja. Ze zeiden al op TripAdvisor van de toetjes moet je niet overslaan. Dat doe ik ook zeker niet. Ik denk dat ik ze gelijk geef. Het ziet er echt heerlijk uit. Lekker? Heel lekker. Ik heb iets met framboos en... passievrucht, pistachenootjes. Niet zo in mijn gezicht. Goedemorgen. Goedemorgen. Fucking irritant. SOS. Nou, dan gaan we er maar uit. Het heeft vannacht geregend. Oh, er ligt een hele grote plas. Dat zei ik toch? Links ligt een plas. Waarom? Ik loop altijd te worstelen met die tent. Het is niet zo moeilijk in dit soort dingen. Oeh, oké. Okay. Daar zijn we dan. Het heeft lekker geregend. Dit zo, we moeten dit even naar binnen vouwen, dit. En? Ik ben het even aan het leeg scheppen, want we hadden blijkbaar een kuil voor de tent. Daar zo, ja. Ja, en er lag behoorlijk veel, want ik ben al een tijdje bezig. Nou, gisteren konden we de bergen daar mooi zien. En nu zit het dicht met een dik pak volken. We zijn hier bij de Grand Cascade, denken we. Het was een beetje vaag aangegeven, maar ik vind het wel een hele mooie wagen.
We zijn nu in Gerardmer en dit is het meer. Daar is wel een restaurantje, maar ik liep in Gerardmer in. Maar dat is dit, lief schat. Ja, maar daar zo. Oké. Sexy dit. Ja, mooi hè. Het is een stuk minder lekker weer dan gisteren helaas. Maar het regent gelukkig niet, dat heb ik vannacht al gedaan. We zijn in Gerardmer. Lekker aan het lunchen. Met vlamkuren. En ik heb een salade met geitenkaas. Mag een hapje van? Ja hoor. Maar je houdt toch helemaal niet van geitenkaas? Mm. Wel. Oké. Okay. Je zou hem ook eens ergens anders vinden. Ja. Yeah. Desperate mojito. Oh, dat lijkt me wel lekker. Die zijn er ook hier. Wat zijn de varianten? Huh. We zijn weer aan het koken. Romek is aan het koken. Ja, correctie, ik ben aan het koken. Vandaag eten wij wraps met een prutje van kwark met feta. Daarin paprika met uien, avocado, sla, tomaat en komkommer. En bonen. En bonen inderdaad. En kikkererwten. Met een tarwe smoothie. Met een tarwe smoothie, inderdaad, met een tarwe smoothie erbij. Heel gezond. Is goed gelukt. Goedemorgen, zondagochtend. Kwart voor 10. Ik ben eruit. Ik ga koffie zetten. Maar er ligt nog één iemand daar in bed. En dat is Laura. Ik blijf vandaag hier liggen. Nou, een kwartier verder. Nou, zeg een half uur. Ik heb mijn ontbijt gemaakt. Laura zit daar zo nu. Is overeind gekomen minimaal. Ja, maar het is zo koud. Kom eens naar voren. Laat je zien. Uit de hol. Romek heeft havermout voor me gemaakt. Lekker. Nootjes erbij op. We zijn nu bij Lac de L'Espache. Een van de drie meren in La Bresse. You know everything about me. Like I need my territory. So why are you still so? Time to flash your name. Always leaving, then you got me chasing you like I'm the one to blame. Volgende stop, Lac de Blanchemer. We zijn nu bij Lac de L'Espache. Nee, dat is niet waar. We zijn bij Lac de Blanchemer in La Bresse. Net waren we bij Lac de L'Espache. En dan gaan we alleen nog naar... Hoe heet die? Lac de... Weet ik niet meer. Corbeau of zo? Ik weet niet. Dat zou ik zo zeggen. We zijn nu bij Lac de Corbeau. Kijk, wij zeiden wat is dat in het water? In een plateau. Ze zeggen dat het meer altijd even diep is als dat de berg is, toch? Vaak wel. En eindelijk schijnt de zon weer. Huh? Half drie en alles is dicht. Nou, even die superuur kijken dan. Ik zou niet dat die dicht is. Nou, wat is het? Badminton of badminton? Badminton. Nee, wat zeg ik nou? Badminton. Jij zegt badminton. Maar ik zeg al dat badminton. Ja. Dus wat is het? We komen er net achter dat het zondag is. En dat het daarop lijkt me allemaal dicht zit. Wat dom. Alles zit dicht. Lidl, ga je Lidl open is. Maar kunnen we ook geen water halen? Weet je nog waar de Lidl zit dan? Ja, dat weet ik. Dicht. Dan gaan we wel een pizza. Het is gewoon heel dom. Daar zitten we dan, Lac de Longmer. Geen kilometer, maar we zijn wel met de auto. Ik heb sangria. Ja, ik heb aardappel. Pizza met geitenkaas. Wat heb jij? Aardappel op je pizza? Ik heb echt zo, dit is een pizza waar jij sowieso nooit zou bestellen. Met aardappel en spek en... Echt zo ranzig.
Lekker man. Oh. Lekker groeien. Dit is toch beter dit. Even de bergen in. We zijn nu richting Grand Ballon weer gegaan. En dan kijken of we leuke plekjes tegenkomen. En we zijn nu al op dit plekje tegengekomen. Wat zie je daar? Niks. De afgrond. Oh. Ga je maar naartoe lopen, joh? Dat is hard. Ja, kijk. Een beetje tijd, dus netjes. Morgen. Lijkt me goed. Hoe ben je met die man nog zo dan? Je snortje af, als die baard eraf halen, ben ik weer een jongetje. Dat ben je sowieso wel. Mevrouw is het lenskapje kwijtgeraakt. Zo staat ze daar zo. Kijken of hij langs de weg er is afgevallen. Hij ligt hier ook niet. Nee. Damn it. Romek is weer aan het koken. Dit keer worden het crepes. Tenminste, poging tot crepes. Nou, zin in? Ik hoef je moet om gaan draaien. Ja, met dat met die lepel, die houten lepel. Ja, maar liefst gaat ik hem niet zo, dan gaat hij misschien kapot. Ik kan sowieso wel goed dat dingen uit elkaar gaan vallen. Oeh, Joppa. Soort van. Dan hebben we gewoon keizersmarren. Keizersmarren? Jawel. Dat zijn toch ook gewoon uit elkaar gevallen stukjes pannenkoek. Deze is niet uit elkaar gevallen. Als er een stukje zit, is het niet uit elkaar gevallen. Kijk, de zon die op de bergen schijnt. Het is helemaal oranje. Nou, dat was het dan. Plekje is leeg. Hoe laat is het nu? 10 over 10. 9 uur eruit. Uurtje bezig. Uurtje bezig geweest. Hebben we netjes gedaan. De auto helemaal vol. Auto helemaal ingepakt. Kan niks meer bij in. Moet je nagaan, een derde persoon mee gehad. Als we een kind hebben, moeten we gewoon een grotere auto kopen. Of minder meenemen. Nee, dat is geen optie. Afwassen. Nou, helemaal klaar om te vertrekken. Is de accu leeg. Geen idee hoe dat kan. We hebben niks eraan gehad, maar de accu is leeg. Yes, zij doet het weer.